2015 brengt ook een verse award met zich mee, namelijk de New Kid on the Block, Marketing Talent of the Year. Dit jaar Vincent Tjibe. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat gaat er door je heen? Ja, verbazing. Ik ben zelden sprakeloos, maar nu was ik wel even flabbergasted van wow, te gek. Want je had het niet verwacht? Nee, ja, als je het rijtje merken ziet, dan is een ingenieursbureau als Grondmeijer natuurlijk geen standaard marketingbedrijf. Maar ja, het gaat hier om de persoon blijkbaar, niet zozeer om het bedrijf. Dus leuk. Ik had het niet verwacht. Nee. Want, hoe belangrijk is zo'n talent award voor jou? Ja, dat ga ik nu ervaren. Ik vond het al hartstikke leuk om genomineerd te zijn. En dan ben je bij de laatste vier. En dan collega's en vrienden die dan in één keer, wow, te gek, goed bezig. Ja. Als ik nu mijn telefoon zie, die ontploft helemaal. Dus ja. Ik denk dat heel veel exposure gaat opleveren voor mij, voor Grondmeij. En wat het gaat brengen gaan we zien. Laat maar komen. Want wat zie jij voor je bij een talent? Vind jij jezelf echt nog een talent? Ja, ik vind dat moeilijk. Ik vond het ook moeilijk een vraag van waarom ben jij het marketingtalent? En ik heb vooral ook in mijn case gevraagd om een tweetal collega's en iemand ook van Nima van... Ja. Ja, waarom vinden jullie dat ik talent ben? Want anders wordt het zo'n wij van wc in het verhaal dat ik van mezelf ga vinden of ik het talent ben. En ik denk dat vooral die quotes enorm hielpen. Ook in de aanbesteding of in de promotie. In de aanbieding wil ik zeggen. Het lijkt wel een tender die ik schrijf. Maar ik denk dat geholpen is. Maar ik vind het ook moeilijk om dat voor jezelf te zeggen of je talent bent ja, of niet. Want als we jou beschouwen als een nieuwe generatie marketeers. Wat is het verschil zeg maar tussen de nieuwe generatie en de oude generatie? Ja, ik heb die vragen ook al een keer eerder gehad. En ik denk dat... Ik weet nog dat er cassettebandjes waren en geen internet. Dat heb jij nog net meegemaakt. Heb ik nu net meegemaakt. Aan de andere kant weet ik ook de opkomst en heb ik het ook helemaal volledig mee kunnen maken. Ja. Dus ik denk dat je die brug kan slaan tussen oud en nieuw, zeg maar. En ik denk merk je dat op de werkvloer? Ik merk dat zeer zeker. Zeker ook met nieuwe ideeën, social media, met LinkedIn bijvoorbeeld, campagnes die we daar doen. Dat is even wat vrees wegnemen. Aan de andere kant is het zo meetbaar dat je al heel snel de handjes op elkaar krijgt. Ja. Die brugfunctie, ik denk dat niet alleen voor mezelf, ik zie het ook in het bestuur van Nima Jongprofs, dat wel echt het mooie is van onze generatie, om het zo maar te zeggen. Ja. Want als jij zeg maar, als aanvoerder van de nieuwe generatie kijkt naar het marketingvak, waar liggen dan nog de kansen en misschien zelfs wel de uitdagingen? Ik vind zelf altijd de kans... dat je het ook echt waar moet maken. Dat je ook echt doet wat je zegt en wat je belooft. Ik zie heel veel plannen, heel veel, bijna wel bla bla. Maar probeer ook weer even met die voetjes op de grond en ook niet te vies of niet te bang zijn voor het vieze werk. Ja. En gewoon de meters maken en aantonen dat je dus het meetbaar maken, accountability. Ik denk dat heel belangrijk is en dat je het ook echt moet doen. Dat het verschil maakt. Het verschil maakt, maar ook daar kunnen we met z'n allen het verschil in maken. Ja. Denk ik. Wat wordt voor jou de volgende stap? Ja, dat is, ik ben helemaal verrast. wat een hoge vraag op dit tijdstip. Wat wordt mijn volgende stap? Nou, in ieder geval heel veel plezier in mijn werk houden. Ik denk dat het belangrijkste is. En wat die stappen dan ook zullen zijn, die komen wel op je pad. Maar jij blijft voorlopig nog wel even weg op mij. Ja, ik denk tuurlijk. Ik ben daar nog niet klaar. Nee. Ik ben iedere twee jaar heb ik ook wel stappen kunnen zetten. En ik heb die stappen ben ik nog niet uitgestapt. Nee. Dus maar als jij een aanbieding krijgt van een grote speler die ziet dat jij deze award heeft gewonnen? Nee. Want als je een aanbieding krijgt, wat doe je? Altijd over praten. Maar ik zit bij Grondmeijer hartstikke goed en ik ben ze ook enorm dankbaar. Want die kansen die ik daar heb gekregen, dat is ongelooflijk. Zonder die kansen, je moet ze pakken natuurlijk, maar je moet ze ook krijgen. En dat heb ik bij Grondmeijer gekund en daar ben ik ze enorm dankbaar voor. Yes. Hey, nogmaals gefeliciteerd, dankjewel. En wat ga je vanavond doen? Ik ga nu een biertje drinken met mijn bestuur. Goed zo, veel plezier. Ja, dankjewel. Thanks. Yes.